Ja, in de studio hebben we operazangeres Elnara Muurmans. Dat is een heel bijzondere dame. En die is hier aan de studio met haar accordeon. En ze is hier niet zomaar, want ze gaat natuurlijk ook optreden in Flevoland. En daarom is ze nu eerst hier om over het optreden te praten. Dat is overigens morgen al om 19:30 s'avonds in buurtcentrum Parkwijk in Almere. En het concert heeft een bijzonder thema. Ja, Elnara, goedemiddag. Goedemiddag. Hi. Als eerst eventjes, hoe lang woon jij al in Nederland? Dit jaar, op 30 mei, wordt het 11 jaar. En hoe kwam je hier zo terecht? Ik was een rock-accordeoniste. Ja. Een band, vrouwelijke band. En we hebben veel opgetreden in Europa. En het was Roots Festival in Amsterdam. Ja. Dus zo ging ik daar spelen met mijn meiden. En, oh, het was een meidenband? Meidenband. Ja. En toen heb ik mijn man ontmoet. Ah, ja. Dus je bent gewoon blijven hangen door de liefde? Door de liefde, ja. Maar was je in Nederland gewoon omdat je aan het toeren was? Ja, je was gewoon op tournee, ja. Oké, en toen kwam je dus die man tegen? Ja, maar dat was niet zomaar een man. Dat was broer van de man van onze drumster. De broer van de man van jullie drumster? Ja. Oké. Okay. En die was Nederlander. Ja. En die, die was ook een muzikant. Elektronische muziek. Zea Band was het toen de tijd. Vrij bekend. Mm-hmm. En ze traden op in Rusland. Zo heeft Remco Katerina ontmoet. En Katerina zei iedere keer tegen broer van Remco, maar kom maar kijken wat ik doe en wat onze meiden doen. En mijn man was te lui om te komen kijken. Maar toen woonde die 2 meter vandaan van Oosterpark. Ja. Dus daarom kwam die. Oh. Ja, 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 ja. Wat leuk. Leuk verhaal. Is ja. En wat zijn de grootste verschillen tussen Nederland en Rusland? Qua land of qua mensen? Ja, alles. Gewoon in het algemeen. Wat valt je het meeste op? Als je, als je het zo kort eventjes kan zeggen. Mensen zijn meer loyaal. Ze veroordelen niet meteen. Meeste mensen. En bedoel ik meest mijn man natuurlijk. En je leert geduld hier. Ja? Het ander te hebben, ja. En ik vind dat Nederland het enigste land is in Europa die zo loyaal tegen vluchtelingen is, tegen mensen met problemen. En wat ze ook over racisme hier zeggen, zij waren nog nooit dan in een ander land. Dat is mooi gezegd, ja. Ja, 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 nee, maar dat is dat. Ik dat denk is wel ook dat zo. Waar, je mag hier je zijn wie je bent uiteindelijk. Ja, 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 ja. Of je geaccepteerd overal werd, dat kan ook niet altijd zijn. Nee. Maar je mag zijn wie je bent. Ja, ja. En dat mag alleen in Rusland in de grote steden. Ja, ja, ja. Heb je nog wel eens heimwee terug? Ik mis mijn mensen. Ja? Ik de mis familie? Of? Familie komt wel regelmatig hier naartoe. Maar mijn beste vriendinnen bijvoorbeeld, ik heb maar paar. Die wonen allemaal in Sint-Petersburg. Ja. Ja. En zeggen die dan niet, Elnara, wat doe je daar? Juist, ze willen hier komen zelf. Oh. Dus oh, ja? Als jullie mannen hebben die alleen zijn en die willen vrouwen die kunnen. Wij hebben het beeld dat het andersom is eigenlijk. Ja. Nee, want kijk, daar is hartstikke leuk als je jong bent. Maar als je oud wordt en niet zoveel hebt opgebouwd, mm-hmm, dan heb je daar probleem. Ja. Ja. Want alles kost geld, medicaties, ja, je hebt geen verzekering die voor jou betaalt. Of je kan het niet betalen als je die verzekering wil aanschaffen. En ja, het is gewoon voor oudere mensen en voor kinderen hier is beter. Ja, Nederland is alles heel goed geregeld. Ja, mijn moeder heeft problemen met benen bijvoorbeeld. Ik kom in tijd dat ze niet kan meer lopen. Hopelijk nog lang niet, maar wie weet. Hè? Mm-hmm. Echte problemen met knieën en al die gewrichten. Dus hier zit je lekker in je rolstoeltje met motor. En je rijdt elke winkel in, elke café. Je hebt leven dan. Ja. Daar, ja, zo heel makkelijk ligt het ook weer niet hoor. Hoor je ook wel uit de schijnende gevallen. Maar het is makkelijker dan in Rusland. Makkelijker, want daar heb je ook zelfs wegen zijn zo opgebouwd dat je niet naar binnen kan, niet in je huis zomaar komen zonder, ja, hulp, in je lift en zo. En dat hier wordt alles aangepast natuurlijk. Ja, hè? Dat, ja, hier overal heb je lift. Ja, 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 ja. Ik ken jouw vriendinnen trouwens. Ja? Ja, ze komen elke ochtend op internet voorbij bij mij altijd. Oh, dat moet je wel naar Katerina kijken, psycholoog, niet schrikken. Ja, en naar Olga. Oh. Olga uit Rusland. Ja. Nou, als het erop, zijn er toch altijd Olga uit Rusland of niet? Heel Helga. Vaak, toch? Oh, ja, het is heel bekend. Ja, toch? Het is een veel voorkomende naam. Ja. Je bent muzikant, ben je. Maar het is in Europa, tenminste in Nederland, is toch wel een heel andere vorm van muziek maken. Ben jij andere muziek gaan maken ook om je aan te passen aan Nederland? Of breng jij gewoon nog steeds de originele Russische muziek hierheen? Nou, het probleem is dat die originele in Rusland wordt minder gewaardeerd. Is dat die orthodoxe muziek? Die muziek van volksmuziek, mm-hmm, bijvoorbeeld. Wat hartstikke leuk voor accordeon is. Die oorlogsliederen. Daar wordt het
te vaak gezongen en te slecht gezongen, heel vaak. Slecht gezongen ook? Ja, het is nu helaas voor opera en voor klassieke zang een van de slechtste tijden. Mm-hmm. Als je naar niveau kijkt, gewoon 20 jaar geleden opname en nu, ja. Dezelfde opera in Mariinsky Theater bijvoorbeeld, dan hoor je duidelijk, ook als liefhebber, gewoon het verschil. Ja, ja, ja. In zangtechniek. En dat is overal zo. Opera is nu een beetje aan de kant van show gemaakt, productie en regisseurs bepalen. Mm-hmm. Maar uiteindelijk, regisseurs snappen niet altijd meestal wat echt een goede zang is en goede techniek en, ja. personality van een mens. Maar ja, het is helaas zo, maar je moet het of accepteren en je dingen blijven doen. Dus ik heb besloten mijn dingen blijven doen. Ja, met accordeon. En als het enigszins een beetje politiek getint is, dan word je gelijk opgepakt ook. Pussy Riot, zeg maar dan, toch? Politiek. Muzikanten zitten altijd boven de politiek. Hoe dan ook. Ik kan overal optreden. Je kent die groep toch, die Pussy Riot? Die meidengroep uit Rusland. Die zijn opgepakt gewoon, omdat ze een beetje tegen het regime ingingen. Ah, laten ze mij oppakken, word ik een keer bekend. Nou, we gaan zo meteen verder praten met Elnara over dat concert natuurlijk morgenavond. Ja. Ze gaat ook nog live spelen en zingen zometeen. Ja, ze speelt al eigenlijk haar hele leven accordeon. Komt uit Rusland, uit Sint-Petersburg. En ze geeft morgenavond een concert in Flevoland. Om 19:30 is dat, in het buurtcentrum Parkwijk in Almere. De Russische Elnara Muurmans. En ze gaat nu voor ons spelen en zingen. Nou, dat doen we er niet na, hè, Arnaus? Absoluut, wat een ongezellig, wat een gezellig liedje is. Ja. Elna, kom nog even erbij zitten. Als je de accordeon nog even af kan doen ook. Het is natuurlijk een hele bekende. Wij Nederlanders zijn goed in het coveren van buitenlandse liedjes. Ja. Dit is een liedje dat wij ongetwijfeld ergens op een feestje wel eens een keer hebben gezongen. Zeker. Wat is het van oorsprong van liedje? Dat is een heel bekend liedje. Die is geschreven door een componist, Novikov. En dat gaat om Katjusha. Katjusha is de bekendste Russische naam. Maar tegelijkertijd in Tweede Wereldoorlog tijden, dat was een geweer. Oh. Het is een hele grote geweer wat je moest... dat kon raketten afschieten. Ja. Zo. En daar was tegenstander heel erg bang voor. En ik weet nog verhalen dat de soldaten gingen aanvallen met de woorden van voor onze Katjusha. Dus eigenlijk voor die meiden, maar ook iedereen was bang toen die tijd voor dit geweer. Dat was heel modern. Hey, even over het concert van morgen. Het heeft te maken met overwinningsdag, Russische overwinningsdag. En niet alleen, ook met bevrijdingsdag in Nederland. Oh, dat is een beetje hetzelfde als bevrijdingsdag. Bij jullie was het bevrijd, maar bij ons was het niet alleen bevrijd maar ook van de oorlog, gewonnen. Maar ook gewonnen
eindelijk... het ergste was dat mensen hoopten op voor einde van die ellende. Ja. Oké. Okay. Die kwam er niet meteen. Dat gaat ook morgen besproken worden. Want het waren hele hongerige tijden in Rusland om die tijd. Ja. En mannen waren verwoest natuurlijk. Het was heel weinig mannelijke bevolking over. Ja. Waarvan je kon zwanger worden en gewoon kinderen krijgen. Ja, voortplant. En het was nauwelijks te eten. Mijn bijvoorbeeld operalerares, zangeres Rima Volkova, die is geboren in 1940... Dus zij heeft allemaal dat verloop meegemaakt. En zij heeft me heel erg veel dingen verteld over hoe ze gras aten gewoon. Ja, dat was helemaal ze niks. Ze deden brood van gras. Van gewoon gras. Wat er, het was niks te eten. Nee. En hoe kinderen om het leven kwamen omdat de moeder geen melk had. Mm-hmm. En heel veel dingen die ik wil naar buiten brengen. Zodat mensen blij zijn met die vrijheid die wij nu hebben. En ze mogen niet klagen. Dat is echt de vrijheid. Ja, niet klagen, maar wees dankbaar voor wat je wel wees hebt. Wees dankbaar dat je mag leven. Dat je mag gewoon eten wat je wil. Dat je mag zien je kinderen opgroeien. En dat is al veel. En voor wie is dit concert bedoeld? Voor iedereen. Ik heb ook 10 tickets gedoneerd aan oudere mensen in zorg. Ja. Dus ik wil heel graag, hopelijk dat de bestuurders van het buurtcentrum dat goed doen. Want ik wil heel graag dat er mensen komen die zelf niet naartoe kunnen. Bijvoorbeeld met begeleiders. Want die worden meest blij van, die oudere mensen. Ja. Maar het is bedoeld voor iedereen. Er zijn wel zeker 3, 4, 5 kinderen morgen ook. Oh ja? Ja, en het... Het belangrijkste is dat ze een mooi zang horen met mooie melodieën, goede muziek. En dan ook beseffen dat wat wij nu hebben is niet zomaar gekomen. Dat zijn heel veel gevallenen voorgevallen. En mijn opa bijvoorbeeld, die was in 2 oorlogen en teruggekomen. Maar teruggekomen pas in 1948. Dus het waren nog wel strijden daarna, na die 40ste jaren. Ja, het waren ook bange jaren ook. Het waren bange jaren. Ja. En hij kwam en er was niemand in het dorp waar hij woonde. In eigenlijk was het geen dorp, Jalta, grote stad in Krim-eiland. Mm-hmm. Aan de Zwarte Zee. En moeder was er niet, tante was er niet. Dus hij kwam en als held van de oorlog. En toen die Krim-Tataren waren natuurlijk van Stalin, heeft die weggestuurd. Ja, ja, ja. Naar Oezbekistan en Siberië. En die naar Siberië kwamen, die waren misschien 20% overlevende. Want dat was een veewagens waar ze... Waar ze vervoerd werden, ja. Maar naar Oezbekistan waren 60-70% die in het leven zijn gebleven. Dus dat was ook zijn moeder, zijn tante. Zo heeft hij mijn oma daar ontmoet. Dus hij heeft die partijticket gescheurd, in het gezicht van de partijmensen gegooid. En heeft gezegd, als jullie mijn familie niet, zeg maar, bewaarden, ik ben de oorlogsheld, ik heb alles gegeven voor dit land, dan mogen jullie oprotten. En dus hij ging gewoon naar Oezbekistan zijn familie te zoeken. En zo heeft hij mijn oma ontmoet. En, een stukje persoonlijke geschiedenis en algemene geschiedenis krijg je ook morgenavond dan. Maar mijn Russisch is niet meer wat het is geweest. Horen we ook nog andere talen? Ik zou in het Nederlands een geweldig liedje zingen van een duo die was omgebracht in Duitsland. Ja. Jones en John. John en Jones. Dus dat waren 2 Joodse mannen. Die daarna uit verhongering in de Holocaust, of ergens daar in Duitsland waren. Holocaust, ja. Ja, doodgegaan. Zijn doodgegaan. En op een gegeven moment. Ze waren heel erg bekende duo toen die tijd in Nederland. En één liedje wil ik heel graag proberen te zingen in het Nederlands. Dus er komt ook Engels liedje natuurlijk. We Will Meet Again. Mm-hmm. Wat gewoon. Dat is de klassieker natuurlijk. Dat is de klassieker. Veralin, die. Die was toen de held voor BBC. Ja, zij zong BBC, voor de jongens. Voor jongens. Voor en die jongens, wil ik heel graag met mensen samen doen. Okay. Ook Russische liederen en Italiaanse paar liedjes ook. Voor de... Laten zien dat ik ook operazangeres ben. Ja, u bent afgestudeerd ook. Dan. Ja. Nou, het wordt dus een avond met een lach en een traan. Ja. En af en toe ook lekker meezingen met jou ook. Maar de vrede en de blijheid en de... Wens voor de mooie toekomst ligt het aan dat de staat boven. Centraal. Centraal, daar gaat het om. Morgenavond 19:30 in buurtcentrum Parkwijk in Almere. Elnara, dankjewel. En dank heel veel wel, succes. Dankjewel.